Humor lost geen probleem op, maar het helpt je er wel overheen, zei de wijze Wim Sonneveld ooit eens. Maar bij het KWF denken ze er inmiddels heel anders over. Het ziet er echt allemaal heel goed uit. Dank u wel voor het goede nieuws. Nou, zo ziet het er dus nu uit. Verschrikkelijk zeg, zeg niet goed. Nee, dat weet ik. Laat nog eens kijken. Wat een geweldig idee. Humor, kanker, awareness kweken. En dat allemaal in één spotje op het internet. Het is bedroevend, echt heel erg. Ze zetten die verpleegkundigen en artsen neer als toethaspels, autisten, klungels, bord voor hun kop. En daarna zegt KWF, zullen wij eens een keer een leuk gesprek hebben? Het is altijd met reclame de vraag, heiligt het doel de middelen? Weet je wel? Ik denk, dit heeft veroorzaakt zo'n ophef, dus ook in ziekenhuizen. Dat doel is bereikt. Nee, want er wordt niet op een goede manier over gesproken. Er wordt alleen maar over gesproken, wat is dat KWF toch stom met zo'n filmpje? Het is moeilijk in kankerland om fondsen te vinden. En het geld is schaars, het aantal klanten neemt toe. Het personeel vinden is moeilijk. Je moet wat en dan proberen we eens wat. Als een buitenstaande grappen maakt over kanker, is dat over het algemeen toch vrij pijnlijk. En als een binnenstaander dat doet, iemand die zelf kanker heeft of heeft gehad... Of daar heel nauw mee te maken heeft, mag dat ook wel? Ja, dan is het ook. Waar is die grens dan? Weet ik niet. Ik denk dat ze onderschat hebben wat de effecten waren op andere mensen dan de doelgroep. Het was bedoeld om personeel te werven. Hartstikke leuk idee. Maar er kijken andere mensen, mensen met kanker, familieleden van mensen met kanker. En die zien daar de humor niet van in. En hoe gaat dat? Dat staat allemaal in deze folder. Mocht de tumor nou te diep zitten, krijgt u een aanvullend onderzoek. MRI-scan, CAT-scan, botscan, echoscopie, cystoscopie en een thorax. Ruggenprik en volledige narcose. Nou, volgens mij hebben we alles wel besproken nu, hè? Van de balie kunt u bij uw zuster een vervolgafspraak maken. Nou, fijne dag nog, dag! Eén ding heb ik meegemaakt, dat staat daar. En dat ik inderdaad met mijn vrouw zat bij een oncoloog. Die op een bepaald moment, nadat wij een paar vragen stelden, echt letterlijk op haar horloge keek. En zei van, anders nog iets. Nou, en dan komt de vrouw bij de dokter, schreef ik, ja, een ons rosbief trut. Slim om het terug te trekken. Nou, vond ik een tikje snel. Dat lijkt me heel verstandig. Maar is het leed niet al geschiet of is het doel al bereikt? Nee, het leed is geschiet. Het lijkt me heel verstandig dat ze hiermee ophouden om niet nog meer mensen voor het hoofd te stoten en te beledigen. Ze hadden het van tevoren misschien wel kunnen zien aankomen. Van mij had hij nog wel door mogen gaan, maar ik denk dat het doel wel bereikt is. 1 minuut en 10 seconden. Ah, jammer. Shit. Een hele fijne dag, tot ziens, is nergens voor nodig. Kom op. Jij betaalt een lunch, jongen. Ja. En neemt dus wel tijd met die mensen. Ik zeg eerlijk, die patiënt die maakt het wel moeilijk. Wat is jouw beste kankergrap? Mijn vrouw, toen die de eerste chemo had gehad en haar begon uit te vallen, maakte ze echt een grap. Ze zei, dat lijkt me nou zo leuk om in een schoenenwinkel te vragen aan iemand. Aan zo, van wat kost dat paar schoenen? En als ze dan zeggen 400 gulden, want die tijd praat, dat ik dan gewoon zo, waah, mijn haren uit mijn hoofd trek.